Wij willen eigenlijk dat alle kinderen, alle domeinen van cultuuronderwijs, dat ze daar kennis mee hebben gemaakt. En wij vinden het heel mooi als wij mensen van buitenaf dat kunnen laten doen, want die hebben veel meer expertise dan dat wij dat hebben. Het werkt als volgt. De school benadert mij met een vraag, bijvoorbeeld het thema Ottomanen. En daar willen ze graag een culturele invulling aan geven. Er kan een bezoek zijn aan een moskee bijvoorbeeld, maar er kan ook een les zijn door een kunstenaar over de kunst van de Ottomanen. Dat is best nog lastig om concreet en helder te krijgen wat nu precies je vraag is en wat je precies wilt bereiken met het inzet van culturele activiteit uit de stad om je lesmateriaal te vervangen. Ik ga dan met de vraag van, nou, we hebben in dit thema hebben we een les die gaat over Turkse kunst. Wij weten niet zo goed hoe we dit moeten aanpakken. Kunnen jullie ons helpen om deze les invulling te geven, zodat die voor de kinderen meer betekenisvoller wordt? Als dus de doelen van de school duidelijk zijn, dat wij activiteiten zoeken die precies passen in dat programma van de school, zodat het niet meer erbovenop komt, maar het is eigenlijk vervangt. Een paar jaar geleden, toen was cultuuronderwijs bij ons een beetje een ondergeschoven kindje. We hebben toen meegedaan met de pilot Niet Stapelen Maar Vervangen om ons cultuuronderwijs wat meer leven in te blazen. En op die manier zijn wij eigenlijk steeds meer verwikkeld geraakt in dit project. En merken wij dat het in de school veel meer begint te leven dan voorheen. En daar zijn we wel heel blij mee. Ik vind het heel erg leuk om een creatief les te hebben. Dat je gewoon, zeg maar, niet bezig bent met bijvoorbeeld rekenen of spelling, maar met iets anders. En dat je daar ook van leert, zeg maar. En de ontwikkeling van de laatste tijd waar ik zelf erg trots op ben, dat is dat de gemeente in zijn geheel een enorme reorganisatie heeft doorgezet. Om ervoor te zorgen dat er geen 25 mensen bij schooldeuren aankloppen, maar dat dat via één onderwijsloket gaat om de samenwerking tussen iedereen te verbeteren. Het mooie aan dit project is echt de samenwerking tussen school, makelaar en culturele instellingen. Ik denk dat er echt meer verbinding is. En daarnaast is het heel fijn dat de digitale omgeving volop in ontwikkeling is, waarin enerzijds alle doelen van de scholen ingezet worden en aan de andere kant alle culturele aanbod uit de stad een plek krijgt. En uiteindelijk is het doel dat leerkrachten zelf kunnen zoeken in die digitale omgeving op basis van hun thema's en hun doelen. En ik hoop dat scholen daar ook heel veel gebruik van gaan maken. En dat er nog meer scholen mee gaan doen aan Niet Stapelen Maar Vervangen.